Wist je dat diabetes steeds vaker voorkomt? Elke 17 minuten krijgt iemand in Vlaanderen de levenslange diagnose diabetes. Deze aandoening treft nu al 1 op 10 Belgen en blijft helaas onrustwekkend toenemen. Veel mensen met diabetes weten zelfs niet dat ze lijden aan diabetes. Hoog tijd om daar samen even bij stil te staan. De meest voorkomende vorm van diabetes is diabetes type 2. Laten we samen even naar het volgende filmpje kijken om deze aandoening beter te begrijpen. Graag willen wij u het ontstaan van type 2 diabetes uitleggen. Stelt u zich voor dat u tijdens een maaltijd de voedingsmiddelen in uw lichaam kunt volgen. Tijdens de spijsvertering worden deze voedingsmiddelen in de darmen omgezet in onder andere vetten, lipiden en suikers, koolhydraten. Laten we even de suikers volgen. Suikers gaan door de darmwand heen en komen in de bloedsomloop terecht. Via de bloedsomloop worden ze vervoerd naar alle cellen in het lichaam, vooral de spiercellen. Suikers, koolhydraten, gaan door celdeurtjes de cel binnen. De sleutel om deze celdeurtjes open te maken is insuline. Insuline wordt geproduceerd door de alvleesklier of pancreas. U ziet dat als de insulinesleutel de celdeur heeft geopend, de suikers of koolhydraten naar binnen kunnen en de spiercellen kunnen functioneren. Zo gaat het onder normale omstandigheden. Stelt u zich eens voor dat als gevolg van bepaalde levensgewoontes in de loop der jaren een duidelijk overgewicht is ontstaan. Wat gebeurt er dan in het lichaam? Laten we opnieuw de koolhydraten of suikers die proberen om uit de bloedsomloop in de spiercellen te komen volgen. Nu lukt het de insuline met geen mogelijkheid meer om de sloten open te krijgen. Dat komt doordat de alvleesklier uitgeput is geraakt, doordat ze steeds maar meer sleutels moest produceren. Het resultaat? Suiker die zich ophoopt in de bloedsomloop. De hoeveelheid suiker in het bloed neemt toe. Bij een waarde van 126 milligram per deciliter is er sprake van type 2 diabetes. We kennen ook diabetes type 1. Deze vorm van diabetes ontstaat meestal op jonge leeftijd door een auto-immuunreactie van het lichaam. Het lichaam gaat de beta-cellen die insuline produceren gaan aanvallen en vernietigen. En onze alvleesklier stopt helaas met de aanmaak van de belangrijke sleutel insuline. En de exacte reden hiervoor is helaas nog steeds niet gekend. Er bestaan ook nog andere, minder voorkomende vormen van diabetes. Maar welke vorm je ook hebt, het is heel belangrijk om deze chronische aandoening goed te behandelen en onder controle te krijgen. Maar je staat er echt niet alleen voor. De opvolging van mensen met type 1 diabetes en met type 2 diabetes op 4 injecties gebeurt in het ziekenhuis door het diabetesteam. Diabeteszorg is vandaag echt multidisciplinaire zorg. Of om het met een ander woord te zeggen, teamwork. De spil in deze zorg is de diabetesspecialist of endocrinoloog. Deze arts is verantwoordelijk voor je behandeling en hij of zij wordt bijgestaan door een ploeg van diabetes-educatoren. Wie zijn nu of wat zijn nu die diabetes-educatoren? Wel, dat zijn paramedici met hun vooropleiding als verpleegkundige, diëtiste, podoloog of kinesist. Zij hebben een jaar lang een extra opleiding gevolgd om mensen met diabetes en hun omgeving op te vangen en intensief te begeleiden. Zij helpen jou om vooral inzicht te krijgen in deze aandoening en in de bijhorende behandeling. Laat ons u helpen en weet vooral dat diabetes een aangenaam leven echt niet in de weg hoeft te staan.